Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een tweetal gasten. Straks praten we met Frank Groen junior, hij is van de PVDB en hij gaat vertellen over de begrotingsraad. Als zijnde oppositielid van de Tielse gemeenteraad. Nu eerst de wethouder financiën en dat is Laurens Verspuy. Laurens, van harte welkom. We gaan inderdaad praten ook in dit gesprek over die begrotingsraad. Die is onlangs geweest. Daarin wordt eigenlijk aangegeven van nou, Tiel heeft zoveel geld en dit is wat we ermee gaan doen. Ja. Die is aangenomen, maar voordat we daarover gaan praten, je bent onlangs in Amerika geweest om het hele Amerikaanse spektakel rondom de verkiezingen van dichtbij te volgen. Het verkiezingscircus. Nou, en dat was het zeker hè, dit jaar. Ja, ja. Ongelooflijk spannend tot het eind. En ik ben zelf naar New York City geweest. Democratisch bolwerk natuurlijk. Mm-hmm. Dus mensen huilend in de straat gezien na de overwinning van Trump. Want ja, democratisch bolwerk op een top New York. Je hebt zelf het een en ander opgenomen. Daar gaan we nu even naar kijken. Zowaar, mijn eerste vlog op aanraden van Rini Tahar. Kijken of dat iets biedt de komende week. Gisteren aangekomen in New York. 8 uur vliegen erop zitten en dan nog 6 uur om bij het hotel te komen. Er was nogal file, maar dat geeft niet, want dan heb je een mooi uitzicht op New York vanuit de taxi. Dus volop van genoten al. Nu sta ik op Rockefeller Plaza, de top of the rocks, met uitzicht over heel New York. Schitterend, om het zo maar te zeggen. Ik heb er een apart filmpje over opgenomen, dat zal ik ook posten uiteraard. Update over de verkiezingen. CNN Poll of Polls, 4% voorsprong Clinton. Dat zou genoeg moeten zijn. 4 jaar terug om deze tijd stonden Mitt Romney en Obama gelijk. 74% elk. En Obama won. Dus dat voorspelt goed. Immigrantencontroverse lijkt een beetje ingepakken in de peilingen. Er zijn natuurlijk ook niet heel veel mensen die nog geen mening hebben over Clinton en Trump. Maar goed, dat gaan we dinsdagavond zien. Ik zal vlogs proberen te uploaden en filmpjes en foto's uiteraard te plaatsen. En met een plezier voor Rini Tahar sluit ik af met dit was Laurens Verspuy voor Stadsurvey Tiel, New York. Wederom een vlog, dit keer uit Ellis Island, een plaats waar immigranten aankwamen als ze naar Amerika wilden emigreren. Een bijzondere plek, ook in het licht van deze verkiezingscampagne. Met alles wat Trump heeft gezegd over immigratie, dat raakt toch volgens mij echt de ziel van Amerika. Amerika, immigratieland, dat vergeten wij ook nog wel eens uit het oog. Dat ons land ook is opgebouwd uit immigranten. Dat wij ook de handjes en voetjes nodig hadden en nodig hebben, ook in de toekomst. En dat de mensen ook ontzettend veel meebrengen aan kennis, ervaring, kunde, wilskracht om er iets van te maken. Dat wordt nog wel eens vergeten in het immigratiedebat. Waar je eigenlijk schilpartij, zoals we die in Amerika en Nederland kennen. Ellis Island bezocht, museum achter mij. Dus ook weer wel weer gesterkt in de opvatting van dat immigratie iets goeds is. Net zoals vrijhandel iets goeds is. En dat de wereld opener maakt, kleiner en wat mij betreft ook progressiever. Nou, dat wordt in de campagnes zoals we hier in Amerika kennen en zoals wij die naar maart toe gaan kennen ook een item. Vandaag ook het vrijheidsbeeld bezocht en kijken wat we nog aan Nederlandse roots kunnen vinden rondom Battery Park. Welcome
back to CBS News coverage of election night campaign 2016. It is now 8 o'clock in the East. Polls are closed in half the states, including three more of those battlegrounds that will decide the presidency: Florida, Pennsylvania, and New Hampshire. In the race to 270 electoral votes and victory, Donald Trump has 51, Hillary Clinton 30. Yeah, let's take a closer look at those battleground states that just closed, starting with Florida. The Sunshine State means the moon to Trump's presidential hopes. Nou, wat een belevenissen daar, hè. Het is ook een mooi land op zich, hè. Zeker, een land van uitersten. Maine laat zich echt niet vergelijken met Louisiana en Florida echt niet met Washington State. Nee. Dus ja, het is zo'n groot land. Kijk naar Europa. Ik bedoel, wat hebben wij met Spanje? Zo in die grootte van orde moet je denken. In de zomer hebben wij dat. Ja, vinden we fijn. Maar ik bedoel, de Spanjaarden aan zich en de Nederlanders. En zo zou je dat ook in Amerika kunnen bekijken. Dus dat maakt verschillen ook weer relatief natuurlijk. Ja. Hey, had jij verwacht uiteindelijk die uitslagen zoals het ging vanaf het moment dat jij in Amerika was? Dat was dus een paar dagen van tevoren. Nee, iedereen dacht wel dat Clinton het zou winnen. Soms ruim, soms nipt. Maar iedereen dacht aan het eind van de rit, die Clinton die wordt het. Trump is toch uniek ongekwalificeerd om president te worden. Dat pakt er dus anders uit. Ja, nou een nieuwe zakelijkheid, mag ik het zo omschrijven? Nou, nieuwe zakelijkheid, er zit wel een grotere onvrede achter. Iets waar we in Europa natuurlijk ons ook nog achter de oren voor kunnen krabben. Want maar goed, dat was toch al bekend. We hebben zelf in maart natuurlijk ook Tweede Kamerverkiezingen. De Franse presidentsverkiezingen komen eraan. Duitsland stemt volgend jaar. Dus ja, dat sentiment kennen wij vanuit de Oekraïne-referendum natuurlijk. En dat komt nu weer terugwaaien vanuit Amerika met de verkiezing van Trump. Dus, baart je dat zorgen of heb je zoiets van bring it on? Nou, het baart me wel zorgen, want het zet mensen wel echt tegenover elkaar. Dat zie je in Trump ook. Je ziet de zogenaamde hate crimes tegen minderheden op scholen, discriminerende teksten. Dat zie je wel explosief stijgen. Dat is zo, maar is dat niet alleen zeg maar nu in het heet van de strijd en op het moment dat dat die meneer Trump het een en ander laat zien of juist niet laat zien, dat dat dan vervaagt? Ja, de grote angst is dat hij gaat doen wat hij gezegd heeft natuurlijk. Ja, maar dat zou bijna niet kunnen. Want nou ja, de Republikeinen hebben ook de meerderheid in de Senaat, in het Huis van Afgevaardigden. Ja, wat dat betreft perfect voor elkaar. Qua checks en balances is natuurlijk wel uit lood geslagen daarmee. Ja, nou goed, in Nederland zal dat anders lopen, maar de toekomst zal het uitwijzen. Zeker. Die Tielse toekomst, die ziet er goed uit, hè? Zwarte cijfers geschreven. Ja, groene cijfers. Zoals we net in Tiel zeggen. Ook goed. Wel beperkt, dus we dansen nog steeds rondom de nullijn. Dus het houdt niet over. We hebben vanuit het Rijk wat extra geld gekregen. Dat scheelt ook enorm. Ja, die economie trekt weer aan. En daardoor zijn er ook weer uitgaven te doen vanuit de landelijke overheid. Als we kijken naar Tiel als bedrijf zijnde. Hoeveel geld gaat daarin om per jaar? Ongeveer 120 miljoen. 120 miljoen. En die 120 miljoen is al heel erg geoormerkt, hè? Bijvoorbeeld personeelskosten, ga zo maar door. Hoeveel geld is er nou uiteindelijk zeg maar vrij te besteden door zo'n gemeenteraad? Nou ja, in principe is alles vrij te besteden natuurlijk, want ook wettelijke taken die je als overheid hebt, die kun je natuurlijk inschatten op een bepaald kwaliteitsniveau, dus ook daar valt nog wel mee te spelen. Maar grofweg 20-25% laat zich makkelijker veranderen. Oké, dus praat je over een 30-35 miljoen per jaar. De grootste kostenposten, waar liggen die? De grote kostenposten zitten vooral in het sociaal domein. Dat is het grootste aandeel in de Tielse begroting. Ja, en hoe loopt dat? De wethouder die heeft een tik op zijn vingers gekregen, wethouder Driessen, met name van de oppositie. Nou ja, er zijn vragen gesteld en mijn collega gaat namens het hele college, want hij doet het allemaal niet voor zichzelf. Nee. Hij doet het voor Tiel en onder verantwoordelijkheid van het hele college. Gaat daar ook gewoon binnenkort antwoord op geven. Ja, hoe heb je dat als collegelid ervaren? Werd ook een beetje op de man gespeeld, hè? Nou ja, ik vind het, de vragen richten zich gewoon naar het hele college. En de heer Driessen, die is daar als portefeuillehouder mede verantwoordelijkheid voor. En die zal ook antwoord geven. En dat kan hij ook hartstikke goed. Dus daarmee kunnen we gewoon volgens mij inhoudelijk de kritiek pareren. Ja, maar goed, nogmaals, het persoonlijke aspect daarin. Ja, dat is natuurlijk nooit leuk als je kritiek krijgt. Hè? Nee. Maar ja, we zijn ook niet van suiker.
Nou, en zo wordt het ook. Die begroting van dit jaar, neem ze even door in een vogelvlucht. Nou, we hebben bij de perspectievennota net voor de zomervakantie met de Raad al een hele discussie gehad over waar eventueel extra geld aan uit kan worden gegeven. Daar zijn door de Raad ook extra uitgaven gedaan. Bijvoorbeeld opknappen van de Waalkade. Daar is 2 miljoen euro voor uitgetrokken. Er komt een extra camera voor de veiligheid in de stad. Een mobiele camera daar hebben we er al één van, geloof ik. Daar hebben we er al één van. Komt er één bij? Komt er eentje bij. Het project Dynamiek, wat vooral in West en Oosten actief is. Dat was altijd gefinancierd voor een belangrijke mate door de provincie. Die middelen hielden op. Dus als we niks zouden doen, zou Dynamiek ook stoppen. Nou, dat wilden we niet. Dus ook die middelen zijn bijgelegd door de Raad. Dynamiek is eigenlijk ook een sociaal vangnet, hè? Zeker. Ja, belangrijk voor Tiel. Daarom. Dus er zijn ook weer een aantal belangrijke uitgaven gedaan, ook in deze begroting. Ondanks dat het nog niet hier van het is met de financiën. Waarin Tiel gewoon doorbouwt, zowel fysiek als in Waalkade, maar ook als sociaal, zoals bijvoorbeeld bij Dynamiek. Zijn er ook zaken waarvan jij zegt van ja, jammer dat we dat niet hebben kunnen realiseren tot nu toe? Waar je eigenlijk wel geld had voor willen hebben? Nee, ik denk dat we met alle redelijkheid bouwen aan alle ambities die we hebben. En je zou het af en toe nog sneller willen enzovoort. Bijvoorbeeld woningbouw, bepaalde woningbouwprojecten die niet van de grond komen. Maar dat bijvoorbeeld de Kranshof, dus er zou altijd nog een toren komen. En er is ook nog een soort voorstuk wat nog niet afgebouwd is. Ja, dat heeft ook allemaal te maken met het aantrekken van de woningmarkt. Ja. Dus je bent ook afhankelijk ook van als overheid. Kun je als gemeente van die markt. Kun je als gemeente weinig aan doen. Kijk, en dan kun je wel zoveel miljoen in pompen natuurlijk, maar dat heeft op een gegeven moment geen zin meer. Nee. Die Westluidense poort, die is op een haantje af, zullen we maar zeggen. Volgend jaar is die rond deze tijd is die af. Dan is het, dan is er een parel voor Tiel bij. Nou heeft de bouwer, zullen we maar zeggen, onlangs laten weten van nou, wij komen centjes tekort. Vervolgens legt men dat, roept men eigenlijk alleen maar van nou, dat gaan we bij de gemeente neerleggen. En nu is er een rondtrekkende beweging dat men zegt van ja, we moeten daar nog eens even mee in gesprek gaan met die gemeente, hoe we daarin omgaan. Want jij hebt zelf aangegeven, nou, we hebben alles afgekaart. Duidelijk vastgesteld, dit betalen we en dit niet. Hoe zie jij dat? Is dat zeg maar een normale gang van zaken? Zo'n bouwer wil natuurlijk de risico's ook zo veel mogelijk beperken en zoveel mogelijk centjes verdienen. Heb je dat als vervelend ervaren of helemaal niet? Nou ja, de bouwer mag proberen wat hij wil uiteraard. Dus ja. Daar raakt niet zo van in de war, zeg maar. We hebben binnenkort een gesprek met de bouwer daarover, met het hele college. Dat was ook mede op hun verzoek. Dus ik ga eerst gewoon dat gesprek in en dan hoor ik het wel. Ja, maar jij zegt op voorhand, het geld wat er nu ingestopt is, dat is hem. En eigenlijk geen cent meer. We hebben van tevoren goede afspraken over gemaakt, dus daar ga je die bouwer aan houden. Ja, ja, simpel. En natuurlijk is dat ook weer een verrijking voor Tiel, hè? Ook als je kijkt naar Tiel in de regio. Zeker, ja, nee, we doen het echt niet alleen voor Tiel, maar als Tiel zet je daarmee ook echt op de kaart. Je trekt publiek van heinde en verre naar Tiel door het hebben van een goede bibliotheek, voor het Centrum van de Kunsten, voor een goede parkeervoorziening, voor een schouwburg, voor een bioscoop die er komt. En ik geloof echt dat dat een aantrekkende kracht heeft ook op de binnenstad. Dat mensen er een dagje uit van maken en dat mensen ook gaan winkelen in de stad. Nou, een mooi voorbeeld wat mij betreft waar we trots op kunnen zijn als Tiel, als het straks af is. Het was jouw 7e begrotingsraad als wethouder financiën. Klopt, ja, de tijd gaat snel, Rini. Ga je er nog 7 bij knopen? Nou, in het voorjaar komen weer de kandidaatstellingen voor 2018 en verder. Dus dan wil ik voor mezelf de balans opmaken. Ik heb hier volgens mij een keer al eerder gezegd van, als ik deze periode afmaak, dan ben ik 12 jaar wethouder geweest. Mm-hmm. Dat is volgens mij hartstikke lang. En vooral in deze tijd. En in vroeger deze zag tijd, je dat veel vroeger in zag deze je dat, snelle tijd een zag stuk je dat stuk vaker minder. Natuurlijk. Dus ik ga daar eens even echt goed over nadenken. Dus en ruim voor de kandidaatstellingsperiode dan zal ik het laten weten. En je hebt voor jezelf al die beslissing gemaakt of nog niet?
Ik nader die beslissing, zeggen ze wel eens. Hè? Ja, 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 ja. Zonder dat spannende te maken. Met alle respect natuurlijk, na 12 jaar in die politiek. Het is toch topsportbedrijven. Eigenlijk heb je alleen maar successen gehad. Dat is fijn dat iemand anders dat zegt. Natuurlijk gaan er ook dingen mis. Ja, ik bedoel daarmee te zeggen, what's next? Beter gaat het niet worden. Nou, het deal is nog lang niet af natuurlijk, dus altijd genoeg werk te verzinnen. Maar je moet op een gegeven moment ook om je heen kijken en kijken of ergens anders ook nog weer uitdagingen liggen. Nou ja, dat proces dat is volop bezig verder dus. Nou, hartstikke goed. Ja. Wensen we daar veel sterkte bij. Hey, gefeliciteerd met die begrotingsraad en ja, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Nu aangeschoven in het koetshuis Frank Groen junior, hij is van de PVDB en we gaan met hem praten over diezelfde begrotingsraad waar we net met Laurens Verspuy, de wethouder van Financiën, ook al over gesproken hebben. Die begrotingsraad, hoe is die jou bevallen? Goed, constructief. Kort maar krachtig. Ja, dat is ook goed. Nou was er natuurlijk ook weinig geld te verdelen, hè? Er is geen geld. Niks, nee. Alles staat vast. Ja, alles staat vast, maar dat maakt het ook wat lucratiever. Je wordt er als partij denk ik ook wat creatiever van. Je gaat toch kijken naar andere zaken, omdat we het niet over het geld hoeven hebben, kunnen hebben. Daarmee ga je kijken van, nou, is er beleid wat je wil gaan aanpassen, waar je iets op wil veranderen. En dat heeft geleid tot een hoop moties in de begrotingsraad. Zo'n motie, wat is dat nou precies? Een motie is een voorstel voor eventueel nieuw beleid. En daarin kun je de wensen die leven bij de burgers, inwoners van Tiel, verwoorden. En kun je kijken of dat de rest daar, of daar draagvlak voor is. Ja, vaak kost dat geld, maar ja. Dat is het dus niet. Dus creatief nadenken. Ja, creatief nadenken. Kijken naar het bestaande beleid, wat er momenteel is. Kijken of dat je nieuwe dingen kunt introduceren in de gemeente Tiel. Waar voldoende draagvlak voor is. En daar ga je dan met elkaar over praten. Hoeveel moties waren er? Ik moet je het precieze antwoord is 18 en 1 amendement. Dus dat is pittig. Ja, dat is vrij pittig. PVDB daar nadrukkelijk bij betrokken natuurlijk als oppositiepartij. Noem er eens een paar. Nou, de belangrijkste is denk ik dat amendement voor het schoolzwemmen. Daar is collega mevrouw Kreuk al bijna een jaar mee bezig. Ja, in 2012 heeft de gemeenteraad besloten het schoolzwemmen gaat per 2017 verdwijnen om zodoende een bezuiniging door te voeren. Ja. Jullie hebben dat op het laatste moment, 11:55 dus, om kunnen buigen met een x-aantal partijen, ja. Zodat er een meerderheid in de raad was. Ja, nou, wat houdt het in? 11:55. Wat houdt het in? Er is in het verleden afgesproken om schoolzwemmen te stoppen. Dat wil zeggen niet meer te subsidiëren vanuit de gemeente Tiel. Maar ja, als je dat wel wilt voortzetten, moet je geld gaan vinden. En als er geen geld is, dan zul je dus op een wat creatievere manier moeten gaan kijken. Waar kunnen we, welk potje kunnen we aanspreken, mogen we aanspreken, om het toch te behouden. Ja, en het gaat om zeg maar structureel, dus dat betekent per jaar zo'n 4 à 75.000 euro. Ja. Ja. Nou, dat geld was er dus niet. En nu ineens wel, hoe zit het? Nou, het is niet nu ineens wel. Je moet daarin heel creatief zijn, want er zijn al meerdere moties gemaakt om het schoolzwemmen te behouden, die het op dat moment of niet gehaald hebben, of die we op het laatste moment toch niet ingediend hebben. Omdat je moet zo'n voorstel wel legitiem maken. Je moet dat kunnen verantwoorden. Hè? Dus als je zomaar ergens geld vandaan gaat trekken en een potje leeg haalt, dan komen we op een ander vlak ergens geld tekort. Maar goed. Er is geld gevonden. Er is nu geld gevonden. We hebben nu een deel kunnen aanspreken van het minimabeleid. Dat wil zeggen, er lag een andere motie van, meen ik, D66 voor. Om dus alleen de kinderen die vallen binnen het minimabeleid, om die te laten schoolzwemmen. En dat werd dan betaald. Met het amendement wat wij nu ingediend hebben, is het gewoon voor elk kind in Tiel mogelijk om te blijven schoolzwemmen. Ja, en dat doen we dan tot en met 2019, tot het einde van het contract. Uit welk potje komt dat geld? Dat komt nu uit het minimabeleid. Mm-hmm. Zogenaamde kleinsmaagelden, heb ik me laten vertellen. De zogenaamde kleinsmaagelden, daar kunnen we nu een deel, hebben we daar uitgehaald, om het voor elk kind in Tiel mogelijk te houden om te blijven schoolzwemmen. Is het niet zo dat er dan, want je zei het net zelf ook al, als er ergens geld weggehaald wordt, en dan komt daar een tekort. Ja, dat is een keuze. Dus er is 4 of 25.000 euro moet er uit die pot gehaald worden. Ja. Dat betekent dus dat daar een tekort in komt.
Nou ja, tekort, dat ligt eraan waar je het aan uitgeeft, maar dat is een keuze. De eerste vraag is, die je als partij of als fractie stelt, wilde je het schoolzwemmen behouden? Ja. En de tweede vraag is, voor wie wil je het dan behouden? Nou, bij ons was het geen discussie dat we het schoolzwemmen wilden behouden. Dat is ook een van onze speerpunten geweest tijdens de verkiezingen. Daar hebben we nooit een geheim van gemaakt. En de tweede vraag werd beantwoord met voor elk kind. Ja. En dan ga je daar, als je die twee vragen hebt beantwoord, dan ga je als partij kijken, waar kunnen we dan dat geld vandaan halen? Ja, nou, en dat is op deze manier. Dus dat is eigenlijk een ombuiging. Het wordt gehaald uit het potje van het minimabeleid. Weet jij een ook, deel, hè? Ja, 35.000 euro. Ja. Weet je ook waar dat dan ten koste van gaat? Nee, want dat is ook nog niet inzichtelijk. Dat is nog niet, zeg maar, nee. Geoormerkt. Nee, dat geld, daar wordt een deel nu van uitgegeven aan het schoolzwemmen. Dus blijft er op een ander vlak misschien iets minder over. Nou. Maar, goeie zaak voor Tiel natuurlijk, dat de schoolzwemmen blijft bestaan. Dat vinden wij wel. Even een kritische noot. Dat zwembad zelf, daar moet ook nog het een en ander aan gaan gebeuren. Hè? Ja. Dat gaat structureel ook veel geld kosten. Ja. Dat loopt op het ogenblik. Henk Driessen, de wethouder, is aan het kijken van, wat kunnen we doen? Welke varianten zijn er? Er gaat even gezegd, wij willen eigenlijk het mooiste zwembad van de regio voor zo min mogelijk geld. Een aantal varianten. Het zal de meest uitgeklede variant gaan worden. Daar begint het op te lijken. Als je schoolzwemmen zeg maar structureel regelt, en dat is dan nu tot 2019 sowieso, dan heb je natuurlijk ook nog wel een accommodatie nodig waar je dat in gaat doen. Ja, ik begrijp waar u naartoe wilt, maar ik kan alleen maar voor onze partij spreken. Wij hebben als PvdB destijds gezegd, we willen in ieder geval houden wat er nu is. Mm-hmm. En aan de hand daarvan moeten we gaan kijken, wat kost dat om hetgeen wat er nu is in de lucht te houden? Ja, dat gaat meer geld kosten, heb ik begrepen, dan dat het gaat tot nu toe meer geld kost. Ja, dus ook daar zullen we misschien weer, wanneer dat voorstel aan de orde komt, zullen we moeten gaan kijken met elkaar, waar is er een mogelijkheid? Wat wil Tiel? Willen we dat zwembad inderdaad zo behouden zoals het nu vormgegeven wordt? En we hoeven het niet altijd met die voorstellen eens te zijn. Hè? Dat voorstel ligt er nu. Dat is een uitkomst van een onderzoek. En het schoolzwemmen blijft bestaan waar dat dan ook in de toekomst zal gebeuren. Ja, dat is in ieder geval tot en met 2019 geregeld. Na 2019? Of kun je daar al inzicht in geven? Of is dat nog zoeken? Nee, in de begrotingsraad hebben we met elkaar besproken dat we in de tijd dat we nu uitstel hebben gekregen eigenlijk. Hè? Dus tot en met eind 2019 die tijd ook gaan gebruiken om te kijken hoe we een structurele oplossing voor het schoolzwemmen mogelijk kunnen maken. Dus niet dat we na 2019 weer dezezelfde discussie hebben. Is die raad breed aangenomen of waren er ook nog partijen die zeiden van wij zijn het daar niet mee eens? Nee, hij is bijna raadsbreed aangenomen. Er zijn twee partijen die daar verdeeld over gestemd hebben. Dat is de VVD en de Partij van de Arbeid. Daarin hebben een aantal mensen voorgestemd en een aantal mensen tegengestemd. Om de voor hun moverende reden. Ja, PvdA kan het begrijpen. Minimabeleid, dat schuurt natuurlijk ook tegen hun eigen programma aan. VVD, hoe zat dat? Weet je dat? Nee, hoe dat inhoudelijk zit, dat zullen we aan de VVD moeten vragen. Maar zij hebben in ieder geval aangegeven daar op dit moment niks in te zien. En hoe ze daar, wat voor hun daar de redenen voor zijn, dat zult u aan hun moeten vragen. Nou, zij zien het dan waarschijnlijk niet als overheidstaak. Dat lijkt des VVD's. Dat kan. Dat zou, als ik een voorzichtige voorspelling mag doen, zou dat in de lijn van het gedachtegoed van de VVD zijn. Om dus te zeggen tegen mensen dat ze daar zelf de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Nog meer leuke of interessante moties? Ja, wij hebben als Partij voor de Burgers ook een motie burgerparticipatie ingediend. Die is wel raadsbreed aangenomen. Nou lijkt dat op zich niet zo'n hele belangrijke motie, maar het gaat meer over de gedachte die achter die motie zit, namelijk de politiek dichter bij de burger brengen, maar de burger ook vooral dichter bij de politiek. Dat is toch een proces wat al jaren gaande is, ja, het is wat men al heel lang probeert te bereiken. Het is al honderden jaren aan de gang. Maar een van de zaken die daarbij hoort is bijvoorbeeld dit gesprek. Een van de zaken is dit gesprek. Dit is een onderdeel en een vorm om de politiek iets inzichtelijker te maken, maar daar is nog veel meer voor nodig. We zijn eigenlijk in Nederland al honderden jaren bezig om dat aardig goed te proberen te regelen, maar je kunt jezelf de vraag stellen of dat nou echt goed lukt. Die motie in de uitvoering, hoe zie je dat? Nou, de motie in de uitvoering is eigenlijk als volgt. Concreet hebben wij gevraagd, laten we nu eens met de raad, met het college, in de vorm van een werkgroep vergaderprotocollen samen gaan kijken hoe we het mogelijk kunnen maken dat we beter op burgerparticipatieprojecten kunnen gaan reageren. Dat we daarover in gesprek kunnen gaan. Nu is het zo, als een project ingediend wordt, dan komt er vaak een stukje vanuit het college. Daarin worden wij geïnformeerd. Maar echt daarover inhoudelijk discussiëren is niet altijd op dat moment mogelijk. Soms vraagt zo'n project om acuut of actueel een debat.
En nu moet dat soms achteraf gebeuren. Mm-hmm. Waardoor je als raad eigenlijk achteraan loopt. Ja, zo'n raad en ook eigenlijk die hele gemeente is zoekende. Hè, van hoe kunnen we hier nou mee omgaan, zeg maar. Is voor ons ook moeilijk. De gemeenteraad 2.0, laten we het zomaar eens zeggen. Want het gaat wel ook om zeg maar, de tijd die je eraan kunt besteden. Om die zo optimaal mogelijk te gebruiken. Je hoort nu al heel veel kritische noten van... Het is wel heel veel aan tijd die we eraan kwijt zijn. Ja. Hoe ervaar je dat zelf? Ja, je bent er zeker een heleboel tijd aan kwijt. Maar dat weet je. En dat moet je voor lief nemen. Dus zeker in zulke weken. Dat zijn Ik doel daarop dat raadsleden minimaal eigenlijk 4 jaar nodig hebben om zich te settelen. Ja. En je ziet de laatste jaren dat men na 4 jaar zegt van nou... Ik vind het goed. Ja, en dan begint... Dan begint de hele wereld opnieuw. Ja, daarom moet je dus ook kijken of dat we een structuur kunnen krijgen in de manier van vergaderen, maar ook de manier waarop burgers de politiek kunnen bereiken, ook met hun voorstellen concreet kunnen bereiken, om daar constructief eigenlijk een vorm aan te geven. Ja. Dat is heel belangrijk. Nou, je hebt zelf al gezegd, je hebt het prettig ervaren, die vergadering. Ja. Wel een goede manier om het zo in de toekomst te blijven doen? Qua begrotingsraad? Ja. Ja hoor. Ja. Ik denk dat de samenwerking sowieso, dat hebben we al vaker aangegeven, de samenwerking onderling van de partijen is denk ik zeer goed, zeer constructief. Er is deze begrotingsraad ook weer met alle partijen samengewerkt, zowel van ons uit, maar ook andere partijen. En ik denk dat je dan wat kunt bereiken. En die PVDB is dus ook tevreden over de begroting van de gemeente Tielert eigenlijk? Wij zijn daar gematigd tevreden. Natuurlijk is het voor iedereen mooier als er elk jaar opnieuw weer iets uit te geven valt. Ja, maar dat is nu niet. En daar hebben wij al vaker ons licht over laten schijnen. En dat moet je dan nu maar nemen zoals het is. Daar kunnen we weinig aan veranderen nu. Helder verhaal, Frank. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer. Graag tot dan.